allemaal. Volgens mij bijna iedereen van u wel de hand geschud, maar of dat niet het geval zijn. Mijn naam is Paul Dirks, ik ben wethouder duurzaamheid, onderwijs en sport hier in deze mooie stad. En vandaag is een mooi moment. We liepen net al even hier naartoe, samen met een van de projectleiders die hier vanuit de gemeente aan heeft gewerkt. Dat het toch een mooi moment is dat we nu fase 2 van de Oostvlietpolder ontwikkeling afronden. En dat doen we eigenlijk met een heel mooi icoon, waar we nu bij staan en waar de bijen nu nog niet zijn, maar waar ik heb net van de imker begrepen dat die hier binnenkort gehuisd worden. Dus het is een heel mooi moment om even stil te staan bij, we hebben er ook gelukkig een droge dag voor gekozen, bij het feit dat we nu weer een stuk aan de Oostvlietpolder hebben verrijkt, als ik het zo mag zeggen. En los van het feit dat het er nu is, vind ik ook altijd goed om even terug te kijken naar hoe is dit hier nou gekomen. Want hoe ontstaan nou dit soort zaken? En dit is ook echt weer een voorbeeld van een co-productie, wat dat betreft. En heel veel partijen zijn hiermee aan de slag gegaan. Hebben de enthousiasme en de drive gevonden om hier iets van te maken. En in het bijzonder is eigenlijk het hele concept is uitgedacht door Peter van der Akker, begreep ik. Waar is die? Peter. Daar staat hij. Samen met de architecten van Gaga, of Gaga, hoe moet ik het Gaga. Zeggen? Gaga. Gaga, wow. Mooie naam. Ja. Ik heb net begrepen, maatschappelijk bewogen architect, die ook daar het hele concept hebben uitgedacht met elkaar. Maar vervolgens is het Zuid-Hollands landschap aangehaakt. Is het ook nog neergezet door studenten van ROC. Onder begeleiding ook van een stagiair. Even kijken, waar is die? Oh, hij staat hier vlak achter mij, hartstikke goed. Van de TU Delft. Klopt. Jij hebt alles in goede banen geleid, ook in het kader van je stageopdracht. Nou, vanuit mijn wethouderschap onderwijs zie ik ook weer allerlei verbindingen hier ontstaan, dus dat is ook heel mooi. De stichting de Bijkerij uiteraard. We gaan straks de imker erbij halen. Waar is die? Oh, daar ben je, heel goed. Dan gaan we nog iets meer horen over het waarom nou, waarom is dit nou eigenlijk zo belangrijk, los van dat het er mooi uitziet. Heeft het een hele belangrijke functie als het gaat over biodiversiteit. Nou, we gaan straks iets meer van jou horen van wat betekent dat dan. Volgens mij weten we dat ook niet allemaal, hoe dat echt in elkaar steekt. Bijen hier hebben altijd al een onderdeel van die Oostvlietpolder uitgemaakt. Bijen zijn een ontzettend belangrijke schakel in het geheel voor bestuiving. En ze maken dus, of ze zorgen ervoor dat die vegetatie goed op orde blijft. Zonder bijen eigenlijk geen vruchten, geen zaadzetting. En dat betekent dus een hele belangrijke schakel in het geheel. Nou is het zo dat, nu hebben we dat hier, en er zijn er misschien ook mensen die er niet zoveel van af weten, die zeggen, ja maar bijen, is dat niet gevaarlijk? Als ik, stel dat je woont daar of je fietst hier langs, is er niet een soort risico voor de mens, zeg maar? Je moet natuurlijk wel voorzichtig met bijen omgaan, maar bijen zijn in principe niet gevaarlijk. We hebben hier ook een bepaald soort waar we selecteren op zachtaardigheid. Deze bijen die vormen dus geen gevaar, mooie afstand tot weg. En daarom zijn we ook juist zo blij met dit geheel, omdat het op die veilige afstand staat. We kunnen ook mensen laten zien en bijen hebben daarmee ook een zichtbare plek in plaats van dat je bijen verstopt en heel kwetsbaar maakt voor weersinvloeden, voor kou, voor natheid. Is dit echt een onderkomen waarmee we duurzaam bijen kunnen hebben. Ook niet onbelangrijk, het hout wat hier wordt gebruikt komt van een landgoed in Voorschoten. En dat landgoed, dat is eigenaar Amvest, begreep ik? Is er iemand van Amvest? Dat is helaas. Oh, die zijn er ook. Dus daar komt ook weer het circulaire weer om de hoek kijken. Dus we hergebruiken hier hout wat van bomen wat eigenlijk een paar kilometer verderop heeft gestaan. Kortom, hier komen allerlei lijntjes bij elkaar. En dat op een plek waar we ook heel druk bezig zijn geweest om, als u een keer de moeite wilt nemen, misschien heeft u dat al gedaan. Als u hier een stukje doorfietst en net voorbij de tuinvereniging waar we waren, linksaf het Vogelhof inrijdt, kunt u helemaal naar achter rijden. Dan kunt u tegenwoordig ook linksaf. En dan vindt u ook een heel netwerkje van wandelpaden en van een aantal bruggen die daar zijn aangelegd. Er is een struinbos aangelegd. Er is een plas-drasgebied voor de vogels. En eigenlijk met als doel, en dat was uiteindelijk, we willen deze polder groen houden. Dat is in 2014 zo besloten. We willen ook wel graag de verbinding leggen met de stad daarin. Om te laten zien van wat is een polder nou eigenlijk vanuit educatief oogpunt, maar ook vanuit recreatief oogpunt. Zuid-Hollands Landschap speelt daar een belangrijke rol in om dat te beheren. En het is zeker de moeite waard om binnenkort eens dat rondje te gaan maken. Het is weliswaar winter nu, tenminste herfstwinter.
Maar het wordt alleen maar mooier als je nou gewoon van de winter een keer gaat en dan in de lente. Dan zie je ook een beetje van wat dat in de polder allemaal doet. Nou, er komt ook nog een fase 3 voor de Oostpolder. Daar zijn we nu heel druk bezig met de planvorming. Dus hoe dat er allemaal op basis van fase 2 kunnen we altijd wel concluderen. Het is best wel ingewikkeld hier om dingen voor elkaar te krijgen. Dus hoe dat in de tijd verder uit gaat zien, weet ik niet. Maar een van de ideeën is daar om ook de verbinding te maken met Kronenstein. En nou, we gaan ons heel hard maken om te kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Wat is de bedoeling? Jij mag ze uitreiken. Okay. In ieder geval één aan de studenten van de TU Delft. Oh, voor hem. Om je te bedanken voor al je goede begeleiding. Hartstikke goed. Graag gedaan. Deze voor jou. Dankjewel. Het thema van de pad van het ROC. Hebben we een applaus, dames en heren. En de architect. Oh, die fiets gaat net weg. Oh, iemand anders. Oké, dat is goed. Dat regelen we. Dat regelen we. De sleutel. Die mag naar Sleutel. Zet haar. Nou, Michiel. Dank je wel. Past het goed op? Hartstikke dank. Heel erg mooi. We gaan er heel erg goed voor zorgen. Maar wat ik net al aangaf, ik vind het heel belangrijk dat we het samen met allerlei mensen doen in allerlei groeperingen. En daarom wil ik hem symbolisch aan onze vrijwilliger overhandigen. Omdat zonder vrijwilligers bestaat het Zuid-Nederland hartstikke goed. Dus in dat kader, om aan te geven dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Moet dadelijk de sleutels wel weer terug. Ja, ja. Maar, alle vertrouwen en ja. Waar is dat dan? Iets hoger. Iets hoger dan? Iets hoger? Deze? Ja. Waar gaat hij dan? Ik hoop dat het blijft hangen. Ja, dat is een goed. Kijk. Kijk eens aan, zo.